Oh nee. Oh nee. Savstano, die heb je nog. Savstano. Nee. Oh, de bal. Kijk naar deze nieuwe aflevering. Het is een nieuwe serie genaamd Discover the Dutchies. Het doel is heel simpel. We beginnen met een brons team. Het is 2 potjes per aflevering. Zoals je het ziet, het zijn alleen maar Nederlanders. Natuurlijk Ron Jans als coach. Ja, zoals we horen, we starten met een volledig non-rare brons team. Niet op de wissels letten. En per win mogen we een speler upgraden. Dat gaat dus van non-rare brons, gaat dat naar rare brons. En van rare brons mogen we naar een inform brons of naar non-rare zilver. Dus van non-rare zilver naar zilver, naar inform zilver of in non-rare goud en dan zo door. Team of the Seasons kunnen ook komen. Als we verliezen, gaan we 1 downgrade. Dus ga je bijvoorbeeld van rare goud naar non-rare goud. Of van Team of the Season goud naar rare goud of zo. Ja, jullie snappen me wel. Een downgrade houdt ook in dat je die speler moet quicksellen. Dus je bent ook gewoon voor niks gekocht. We hebben een aantal coins. We krijgen natuurlijk elke keer weer coins bij. En daar moeten we het mee doen. Dus ik ga geen coins kopen. Zo blijft het ook een beetje spannend dat we niet gelijk de beste spelers kunnen kopen. Om de 5 afleveringen komt er een challenge. Die zetten jullie in de comments. Ik kies daar 1 met Donner en Thijs eentje van uit. Winnen wij die challenge, nou ik dan, mag ik 2 spelers upgraden. Verlies ik die challenge, dan gaan er 3 omlaag. Ja, dat is het eigenlijk. Als je naar een special card wilt, dan moet je van de rare vorm. Dus van rare zilver naar een inform. Maar je kan ook gewoon van rare naar rare goud. Dus we doen 2 potjes per aflevering. Het doel is om in divisie 1 te komen en die te winnen. Dus laten we beginnen. Ik zie jullie als ik een wedstrijd heb gevonden. Spreek je. Ja hoor, we hebben een wedstrijd gevonden. Tegen wie spelen we? FC Ivory Toast. Zoals jullie zien, we hebben het Nederlands tenues. Het Nederlands logo. We spelen tegen een BPL team. Nou, dat is redelijk voor een divisie 10. Nou, oké. Let's do it. Hopelijk kunnen we gelijk eentje winnen. Kunnen we gelijk een upgrade punt pakken. De eerste upgrades zullen niet al te goed zijn. Want we moeten natuurlijk naar rare brons. En dat is, ja, er zijn niet alle hele goede spelers. Dus ja, nou, let's go. Oh ja, van het geld dat we hebben moeten we ook contracten kopen wanneer nodig. Conditiekaarten, dus we kunnen niet gelijk als we bij goud zijn gelijk naar de beste informs toe van 50k of zo. Dus het wordt nog wel een leuke serie hoop ik. Doe alsjeblieft dat blauwe duimpje omhoog als jullie deze serie willen blijven zien. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Vindt ze het voor mij? Oh, bijna jongen. Nou, daar stonden we bijna op 1-0 voorsprong. Gaat wel goed aan het begin nog. We zijn nog niet dik achter, gelukkig niet. Johnson, do the moves. Do the moves, Johnson. Lekker jongen, naar binnen. Nee, recht in de hand van mijn keeper, jammer paal. Oh nee. Savstano, die heb je nog. Savstano, nee, oh, de paal. Voor mij. Paul. Kijk, Vincent. Vincent. Geef mee. Vermeulen. Tikkie door. Vincent. Vincent. Nee, Begovic. Nou, rust. We gaan gelukkig met 0-0 de rust in. Ik sta nog niet dik achter. Nou, op naar de tweede helft. Hopelijk kunnen we winnen. Oh, actie. Gelijk vanaf de aftrap. Gelijk vanuit de aftrap. Paul. Paal. Nee, jammer jongen. Het zou te makkelijk zijn geweest. Oh nee. Alberto, kom op. Alberto. Lekker Alberto. Alberto. Oké, actie. Goed, geef mee. Ah, slechte paas. Geef mee, goed. Voor mij. Wat een held. Deadfoes krijgt dood. Maar voor mij. Lekker jongen Vincent. Appakee. Daar is de eerste binnen. Oké, dood. Gelijk nog eentje. Gelijk nog één. Ja hoor, de tweede is ook binnen. Wie was dit? Was dit paal? Dit was paal. Wat een doelpunt!
Oh nee. Nee, scheids, niks aan de hand. Penalty. Geen geel. Oh nee. Penalty tegen. Kijk, kom op, Roos. Kom op, Roos. We gaan naar rechts. Links. 2-1, jammer. Hevel. Voor. Penalty! Ja! Voor mij. Laten we naar rechts gaan, jongens. Ja hoor, voor mij. Hoppa, doe de Ronaldo juich. Zie! Lekker, jongen. De Nederlanders kunnen wel verdedigen. Roos. Ah, 3-2. Jammer. Ja hoor, gewonnen. Dat is één upgrade punt. Wat we gaan upgraden gaan we even zo bekijken. 592 coins erbij, zeker niet verkeerd. Laten we even kijken wat we allemaal kunnen kopen. Nou, sowieso gaan we, laten we eens kijken bij de selecties. Want sowieso gaan we van mij niet vervangen, want hij speelde een prima wedstrijd. De keeper ook. Ik denk dat we een andere linksvol gaan zoeken. Die gaan we upgraden. Ja hoor. Welkom bij de Club Bos. Nou, op naar wedstrijd 2. Ik zie jullie als ik de wedstrijd heb gevonden, jongens. Nou, we hebben een tegenstander gevonden, jongens. We spelen tegen een bronze team. Ook een keer fijn. Niet gelijk de beste. Maar we gaan deze wedstrijd wel winnen, want ik kan het niet tegen dat mijn internet weggevallen is. Ik baal van de jongen die mijn bericht ging sturen. Maar ja, let's go. Nee. Nee, 1-0 achter tegen een brons team, Delano. What the fuck? Komt jou hoor. Nou, langs lijntje naar Johnson. Al binnen Johnson, goed. Voor. Voor mij. Voor mij, Vincent, voor mij. Nou, doe ik. Paal, erop, de paal. Panet, loppie. Paal, wat een doelpunt. Lekker paal. Hij zag dat de keeper een stukje voor zijn bal stond. Oh nee, 2-2. Pol. Sorry voor de stilte, jongens. Ik zat echt diep geconcentreerd, maar ja. Ik wil het zo graag winnen, want ik heb geen zin om gelijk weer de brons weg te hebben. Oh, kom op. Nee, lekker. Goed verdedigd. Nee, 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 nee. Penalty tegen. Nee, wat ben ik aan het doen? Oh, en rood. Hier moet ik dat volgende keer neerzetten. Oh, en erin. Heerlijk. Nu moet ik zo meteen, als ik hem nog kan winnen, wel een middenvelder upgraden. Zodat ik die rode kaart nog kan vervangen. Godverdomme. Ik ga dit niet verliezen, jongens. Ik heb daar geen zin om gelijk mijn bos mee te raken. En dan kan ik... Ik weet niet hoe ik moet spelen dan. Dan moet ik een... Ja, ik heb rood en ik kan niet... Maar dan ga je voor mij... Draai voor mij. Voor mij. Wat een held. Hij maakt het gelijk maken. Wat een held. Gaan we weer normaal aanvallend spelen. Nee, we gaan gebalanceerd spelen. Zou ik ook verdedigen zeg. Oh, gelukkig maken we 3-3 voor rust. Nou, op naar de tweede helft. Wat een saaie wedstrijd is het trouwens. Kaffemelen. Ah, nee. Oh, Bos. Bos, in zijn eerste wedstrijd. Ja hoor, in zijn eerste wedstrijd gelijk een doelpunt. Na tweede wedstrijd, maar die tellen we even niet mee. De vorige wedstrijd. Oh nee, Roos. Nee, 4-4. Waarom zei ik dat we nou helemaal terug in de wedstrijd waren? Geef gewoon pure karma.
Nou, dan scoort hij. Oh, gelukkig. Ik dacht, dan scoort hij daar wel uit. Oh, ga je voor mij. Voor mij. Mop voor mij. Loppie. Voor mij. Voor mij. Ja hoor. Vincent. Voor mij. Vincent. Voor mij. Woehoe. Eigenlijk ben ik helemaal niet blij dat ik zo speel deze wedstrijd. Sluit af. Yes, de upgrade punt is ook binnen. Phew, dan kunnen we in ieder geval die rode kaart vervangen. Dat doen we nog. En dan daar aan het eind van de video. Dus laten we even snel die rode kaart vervangen. Kijken wie we erin gezet heeft. Volgens mij was het de middenvelder die rood kreeg. Nou, ik weet niet wie we gekocht hebben, maar het is een middenvelder. Laten we hem in een team zetten. Dit soort, hier hebben we ons upgrade voor Fort Horen ofzo. Ja hoor. Prima, laten we hem erin zetten. Nou jongens, bedankt voor het kijken. Als jullie het leuk vonden, doe dat blauwe duimpje omhoog. Klik op abonneren als jullie het nog niet gedaan hebben. Het kost helemaal niks, gewoon doen. En dan als jullie het leuk vinden, kijk, druk op abonneer en op een like. En ik spreek jullie later. Doei!